Dag dames en heren, u kijkt naar een uitzending van TV West Sport. Het is zaterdag 25 oktober. Wat hebben we vandaag voor u? Het is derbydag in de hoofdklasse B met Katwijk tegen Noordwijk. En Rijnvogels neemt het op tegen Terlede. Dag dames en heren, geen topklasse voetbal vandaag, maar wel twee wedstrijden in de hoofdklasse B die zeker tot de verbeelding spreken. Straks beelden van de wedstrijd tussen Rijnvogels, de nummer 2, en Terlede, de nummer 3. Maar iets verderop in Katwijk, ook een kraker hoor, Katwijk tegen Noordwijk. En dat zijn twee ploegen die vorig seizoen nog in de topklasse speelden. Ja, dat klopt. Je zou kunnen zeggen het is het debutante of degradante bal vandaag hier in Katwijk op de Krom, waar Katwijk de koploper in de hoofdklasse B tegen Noordwijk speelt. En ja, Katwijk doet het gewoon goed, ongeslagen nog. En Noordwijk heeft pas één wedstrijd gewonnen, maar dat deden ze wel in een derby. Met andere woorden, het is een prachtig affiche. Hier op de Katwijkse Krom, waar gebouwd wordt en gewerkt wordt aan een nieuwe accommodatie. Noordwijk op bezoek bij Katwijk, een echte derby. Ja, dat zijn de bespiegelingen vooraf. Dan de wedstrijd. Ja, Katwijk, ongeslagen koploper daar in de hoofdklasse B. En het doelsaldo waar je u tegen zegt. Plus 15 maar liefst. Het gaat dus lekker met de Oranjehemden. En dan kan je niet zeggen van de tegenstander van vandaag, Noordwijk. Dat lijkt erop. Het heeft zijn draai nog niet helemaal gevonden in de hoofdklasse B. Een tiende plaats. En één keer pas werd er gewonnen. Vijf keer maar liefst was er een verliesbeurt voor de Noordwijkers. Maar goed, statistieken die tellen niet bij regionale derbies. Tenminste, dat zeggen ze. Willem van Zuilen doet verslag. Er zijn toch weer veel mensen afgekomen op het duel tussen Katwijk en Noordwijk. Dit is Megering voor Katwijk. Overtreding op Van Ooyen. Het mag door de goal. Ja! Een compliment aan de scheidsrechter. En natuurlijk een jonge Nelen. Kijk, de overtreding. Scheidsrechter zegt voordeel. Paasje van Megering. Op jonge Nelen en de goal. Dus leidt Katwijk vroeg in de wedstrijd tegen Noordwijk. Waar Fauzi niet bij de selectie zit overigens bij Noordwijk. Heeft in twee gespeeld en daar twee keer gescoord. Gonzalves begint op de bank. Net als Hoogkamer. Goeie voorzet zeg. En Amazine. De doelverdediger van de Noordwijkers. Katwijk de betere ploeg. Op de Krom, Manaputi. Goede verdediger waar veel dreiging van uitgaat. En Atam Karoglu. Speldeprikje van Noordwijk. Beetje rare camerapositie. Dat heeft te maken met de bouw, de nieuwbouw waar Katwijk mee bezig is. De Jel. Stuurt Van Ooyen weg. Van Ooyen. Suzanne. Hoog over. Robert Suzanne. Hoger naar het 16 meter gebied wordt hij gekopt aan Amazrine. En andermaal was het Suzanne. Maar het was een makkelijke prooi voor de keeper van Noordwijk. Ruststand op de Krom, 1-0 voor de thuisploeg. Tweede helft. Mertens voor Noordwijk. En Van Dam. Langeveld, goede aanval zeg. Uitstekend gevoetbald. Marciano Megerink. Megerink aan de vrienden. De kans op de tweede treffer van Katwijk. Goed gekiept. Van die Noordwijk doelman. Corner, Langeveld. Mooi getrapt. Keeper bokst weg, niet meer dan dat. Katwijk zet de toon. Langeveld, Mark Langeveld. Goed zeg. Die moet hem worden. Langeveld komt er net niet aan. Jawel, met zijn buitenkant van zijn voet. Oh. Noordwijk heeft het even niet meer op de Krom. Wordt dit hem dan? Nee. Van Ooyen. Schiettent geopend hoor. Absoluut. Veel druk op de goal van Noordwijk. Bij die 1-0 voorsprong voor de Oranjehemden. Hamdi, goede bal op Suzanne. Van Ooyen. Kopstoot. Ja, hij komt net niet hoog genoeg, die jongen. Anders kan hij gewoon binnenkoppen. Het blijft 1-0. En heeft Noordwijk nog hoop.
Mike van Zanten. Rolletje. In de handen van Adam. Adam Karoglu. Ja, volk zat. Komt die bal voor de pot. En de keeper kan hem verlengen, zodat Langeveld er niet aan kan komen. Komt er een corner aan voor Katwijk. Noordwijk heeft het moeilijk. Katwijk, heer en meester. En de marge is slechts één. Jonge Nelen. Jonge Nelen! Wat zeg ik? De marge is slechts één. De woorden zijn koud. Of de marge is twee. En het is meer dan verdiend. De 2-0 voorsprong. Jeffrey Jonge Nelen. Zijn tweede en Katwijk's tweede. Paasje van Jonge Nelen. Wordt onderschept. Doe maar een poetie. Scheidsrechter heeft een overtreding gezien. Buiten het beeld van de camera is dat gebeurd. Dus komt er een vrije trap aan voor de thuisploeg. Amersfoort organiseert de muur. Er staan er een drietal spelers bij die bal. Het wordt Suzanne. Suzanne! En de goal. Het is raak. Het is 3-0. Robert Suzanne. Mooie trap. En is de wedstrijd natuurlijk beslist. En dan wordt hij niet vrolijk van die keeper. Wordt het nog erger voor Noordwijk? Ja, het wordt nog erger. Ook Donny van Ooyen pikt zijn goaltje mee. Op aangeven van Omar Hamdi, die overgekomen is van VWSB. Katwijk wint met 4-0 van Noordwijk. En kan zich op gaan maken voor de derby tegen Quick Boys volgende week. Het feestje, samen met de supporters, zoals altijd. Als er een feest wordt. En hij was belangrijk. Jeffrey Jonge Nelen. Ja, de 1-0 en de 2-0. Ik denk, de 1-0 was startte goed aan de wedstrijd. Waardoor dat gevolg was de 1-0. En ja, daarna hadden we gewoon de controle, vind ik. Na de rust begonnen we ook goed. Waren we het even kwijt daarna. Waardoor toch Noordwijk er wat in ging geloven. En ik denk dat we op het goede moment 2-0 maken. Waardoor bij hun een beetje de moed wegzakt. En uiteindelijk uitlopen naar 3-4-0. 4-0 verliezen, dat is altijd slecht natuurlijk, hè? Ja, dat klopt. Ja. Met wat voor plan ben je naartoe gekomen? Met een plan om te winnen. En als je er dan met 4-0 afgaat, dan doet dat pijn. Maak je je zorgen? Zorgen. Zorgen in de zin van weinig punten onderin spelen. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat Katwijk bovenaan de koploper, wij wat onderop. Ja, dan blijkt uiteindelijk in de stand ook nu het verschil. Of ik me zorgen moet maken over het aantal punten, dat weet ik niet. Ja, duidelijke overwinning dus voor Katwijk. En voor Noordwijk wordt het een beetje problematisch op dit moment. Dan de volgende wedstrijd. Rijnvogels tegen Telede. Rijnvogels, ze speelden vorig seizoen nog eerste klasse. Maar ja, ze lijken zich moeiteloos te handhaven hier in die hoofdklasse B. Ze staan op dit moment tweede. Telede, vorig seizoen nog topklasser, is de nummer 3. Het verschil op de ranglijst is maar 1 puntje. Er valt dus wat te halen voor beide ploegen. Hier zijn de beelden. Rijnvogels, misschien wel de verrassing tot nu toe in de hoofdklasse B. Ze promoveerden en staan nu gewoon doodleuk tweede. En in Katwijk zijn ze daar blij mee, natuurlijk vanwege de resultaten. En dat betekent dat deze trainer, Hein van Heek, een jaartje langer mag bijtekenen. Ze hebben een half uurtje gepraat en toen was de kogel door de kerk. Zowel bestuur als trainer blij met elkaar. Onderwater. Met de mogelijkheid. Moeilijk schot. Kies de verre hoek. En het scheelt een paar centimeter. Terleden met Stemers. En de mogelijkheid. Recht op Messenmaker af. Nou, daar wordt hij niet echt door verrast natuurlijk, die Peter Messenmaker. Maar het spel, de prikje was er van Terleden. Ja, het is dan wel een topper op papier, maar tot nu toe nog niet heel erg boeiend. Pedrini op Kewal. Pedrini gaat diep, gezien door Kewal. Mooie bal. En nu? Mike Dam is bij hem. Dam, kappen, draaien, schieten. En wat een geluk. Of wat een pech, zo kan je het ook zeggen. Joey Zandbergen, de verdediger van Rijnvogels, raakt die bal als laatste. En daardoor is Messenmaker kansloos. Het zal Mike Dam allemaal worst wezen. Het doelpunt komt op zijn naam. En de 1-0 voorsprong voor Terleden. Mike Dam vorige week ook al belangrijk met 3 doelpunten in die 8-1 gewonnen wedstrijd van Terleden tegen SHO.
En nu pikt hij hem dus weer mee. Staat op 6 dit seizoen. Er moet Rijnvogels komen. Het schot is aardig. Het verdedigende werk is heldhaftig. De pegel was van Beiersbergen. En Boulet gooit zich in de baan van het schot. Rijnvogels niet overtuigend in aanvallende zin. Dit is een prachtige paas over links. Met Stemers. Dit is mooi. Maar nu. Stemers. Messenmaker. Prachtige redding. En dit is heel mooi. Wat is die hoek klein. Maar wat ramt die Robert Stemers die bal snoeihard en fraai in. 2-0 voor Terleden. En hebben we 35 minuten gespeeld. Ja, Messenmaker redt prachtig hoor. Maar is daarna kansloos. En het past precies. Robert Stemers dus. En de 0-2 op het scorebord. En dan ga je toch vrezen dat de wedstrijd nu al gespeeld is. Daar komt Terleden weer. Allemaal aan. En een prachtige reflex van Peter Messenmaker. De aanvallen van Terleden zijn wat pittiger. Zit wat meer venijn in. Wat meer gevaar. En Rijnvogels. Het heeft het nog niet helemaal in aanvallende zin. 2-0 bij rust. 0-2 moet ik natuurlijk zeggen. Geen wisselingen in de tweede helft. Maar Rijnvogels zal toch iets moeten doen. Ze zullen een list moeten verzinnen. Om door de defensie van Terleden heen te breken. En voor Terleden, ja, het wordt alleen maar makkelijker. De ruimtes worden groter. En de mogelijkheden komen vanzelf. Hij is de invaller. Het schamp schotje wilde ik zeggen, maar het is meer een schamp kopbal. Ait El Houssi. Terleden, one touch voetbal. Het ziet er allemaal fraai uit. Ja, dan moet je zeggen dat hij hier eigenlijk meer mee had moeten doen. Een open kans. En ja, de mogelijkheid om de wedstrijd definitief op slot te gooien. En nu heeft Rijnvogels nog altijd hoop. Onder water. Het scheelt genoeg. Als hij 1 centimeter eerder had kunnen afzetten, dan was het waarschijnlijk een treffer geweest. En dat is een beetje het verhaal van de wedstrijd van Rijnvogels tot nu toe. Messenmaker moet eruit. De goal is leeg. Kan Terleden profiteren. Zeebrecht, schiet eens een keer, jongen. Ja, dit is een rolletje. Geen enkel gevaar en dus blijft het nog altijd 0-2. En nog altijd mogelijkheden. Alhoewel het wel iets stiller wordt op de Kooltuin. Van Belen in het veld gekomen. Is dit dan die mogelijkheid? Het schot is vrij. En wat een redding van Constantin. De keeper van Terleden. De inzet was van Beiersbergen. En de redding was prachtig. Stemers, nonchalant, zo lijkt het. El Houssi. Afleggen en schieten. Hij is, nou, die bal blijft liggen, doe het maar. De redding van Messenmaker. En die zorgt ervoor dat het niet verder oploopt. Het wordt 0-2. We hebben denk ik evenveel kansen gecreëerd. Zij krijgen natuurlijk in de counter, omdat we van bank gaan spelen, krijgen zij nog wat kansen. Maar in principe hebben ze de tweede helft, met de uitzondering van die 2 counters, dan geen kansen gecreëerd. We hebben het goed vastgezet. Ja, en dan moet je net even geluk hebben dat zo'n balletje erin valt. Er zaten uiteraard wel een paar momenten bij dat we heel goed onder de druk vandaan wisten te voetballen. Maar in die momenten zijn we dan net niet effectief genoeg. Want dan moet je die derde erin prikken en dan is de wedstrijd gespeeld. Maar dat hebben we nagelaten. En omdat we in sommige fases toch te onzorgvuldig werden. En ook... een paar mogelijkheden hebben laten lopen om die derde erin te prikken. Kijken we ook nog even naar de andere wedstrijden die gespeeld zijn in de hoofdklasse B. Smitshoek, Quick Boys, 1-3 voor de Katwijkers. Sterksters tegen Schravenzande, 4-0. Spijkenisse, Kloetingen, 2-1. ASWA, SHO, 4-1. En Zwaluwe, RVVA, eindigt zoals het begon, 0-0. En dat resulteert in de volgende stand. Katwijk is koploper met 19 punten uit 7 duels en pakt de eerste periode. Terleden op een keurige tweede plaats met 15, Quick Boys 13, Rijnvogels 13, Zwaluwe 12 punten, ASWA 13 punten en RVVA sluit het linker rijtje.
Vervolgens Spijkenisse, Serksens, SO, Noordwijk op een problematische plaats, Smitshoek, Slaperzanden en Kloetingen is de rode lantaarendrager. Dan de uitslagen in de topklasse. Scheveningen speelt in Zeeland met 2-2 gelijk tegen Hoek. Rijnsburg wint in Maassluis met 2-0 van Excelsior. Lisse verliest van Barendrecht met 2-1. IJsselmeervogels GVVV 2-0. Sparta Nijkerk Spakenburg 0-3. ONS Bozo Sneek Hardenberg 2-2. Capelle Genemuiden 4-1. En Kozakkenboys Ajax eindigt in 2-2. En dat resulteert in de volgende stand in de topklasse. Kozakkenboys blijft koploper met 9 gespeeld 19 punten. Vervolgens GVVV, Capelle, Barendrecht, Scheveningen op plek 5, Spakenburg, Hardenberg en de Vogels staan op de 8e plaats. Rijnsburgse Boys 9e met 13 punten, Lisse 12e met 8 punten en de onderste 4 bestaan uit Sparta Nijkerk, Genemuiden, Hoek en Excelsior Maassluis. Dan de zondag topklasses uit onze regio. HBS speelt thuis tegen WKE en VVSB gaat op bezoek bij Liende bij de plaatselijke FC. En tot zover deze uitzending van TV Westsport. Maandag zijn we er weer. Dan blikken we natuurlijk terug op de wedstrijd ADO Den Haag tegen Dordrecht. We hebben ADO-aanvoerder Alberg in de studio. En een hockeytopper HGC tegen Kampong. Volgende week is er weer amateurvoetbal. En dan de kraker Quick Boys tegen Katwijk. Ik wens u een mooi weekend.